Dag dokter, wie is de koning van rock en roll? Er zijn verschillende troonpretendenten. Waaronder volgens mij een van de betere Jerry Lee Lewis, Elvis Presley in zijn tijd, zelf Cliff Richard op een ogenblik, maar een van de grote pretendenten is Chuck Berry. Is dood, hè? Chuck Berry is dood. Chuck Berry heeft in een bak gezeten. Chuck Berry was een voyeur die videocamera's placeerde in de wc's van de dames in zijn zaak. Maar Chuck Berry heeft ook prachtige rock'n'roll songs gemaakt, gelijk ook Carol en een van de grootste songs, Memphis, Tennessee. Long distance. Oké, dat is een andere les. Dus de koning van de rock and roll is, laten we het erover eens zijn, Buddy Holly. Buddy Holly kan men eigenlijk moeilijk rock and roll noemen. Het hing ergens tussen rock en country. Buddy Holly heeft een heel korte carrière gehad met als hoogtepunt Peggy Sue, dat hij speciaal geschreven had voor zijn drummer, wiens lief Peggy Sue heette. Buddy Holly is spijtig genoeg verongelukt op 3 februari 1959. Samen met Richie Valens en er was nog een. Dat was de Big Bopper, die vooral bekend was als Chantilly Lace zanger. Die drie waren gestorven. Don McLean heeft daar een tribute aan gewijd in zijn liedje American Pie, waar hij het heeft over The Day the Music Died en waarin hij zei The Father, The Son and The Holy Ghost. En de Holy Ghost, dat was natuurlijk Buddy Holly. En vandaag? Maar men vergeet de vierde, Adolf Göring, de piloot, die vergeet men altijd. Zijn naam was Petersen, niet Göring. Maar ja, de piloot is ook gestorven. De piloot had geen enkel album uitgebracht. Nee, maar de piloot had wel gezongen terwijl hij aan het vliegen was. We gaan nog niet naar huis. In Engelse versie. En het is uitgekomen. Ze zijn niet naar huis gegaan. Het is te zeggen, ze zijn wel naar huis gegaan, maar tussen 6 planken ieder. Hebt ge geweend? Ik heb niet geweend. Ik was nog niet geboren. Ik ben van 1985. Ik zie er toch zo jong uit. Dus je hebt niet geweend. Oké. Wist jij dat Buddy Holly een vrouw had? Ik wist niet dat Buddy Holly een vrouw had. Rechtuit gezegd, van Buddy Holly kende ik alleen maar en apprecieerde ik het liedje Peggy Sue. Hij had ook That'll Be The Day. Maar Buddy Holly was vooral bekend voor zijn bril. Dezelfde bril als een zekere kaart draagt. En dezelfde bril die Hank B. Marvin, de solo-gitarist van The Shadows, droeg. The Shadows, dat was het begeleidingsgroepje van de Homo Sapiens Cliff Richard. Sir Richard. Roy Orbison droeg ook deze bril en de man op de foto achter u ook. Ja, maar Roy Orbison, die droeg een bril niet voor de gest. Die brillenglazen waren donker. Want, dat zeg ik nu off the record, Roy Orbison, die had eigenlijk iets aan zijn ogen. Door te veel te masturberen had hij spermatozoïden in zijn ogen gekregen. Dat was ontstoken en daarom droeg hij een bril. Maar daar gaan we niet dieper op ingaan om niet gecensureerd te worden. Maar over spermatozoïden gesproken. Buddy Holly was 6 maanden getrouwd en zijn vrouw was zwanger. Was zijn vrouw zwanger van hem of van de drummer? Van hem. De drummers, je moet daarvoor opletten. In ieder orkesterke is de drummer die met de wijven gaat lopen. Weet je wat er uiteindelijk gebeurd is met dat kind? Ik heb het niet geadopteerd. Het is niet geboren. De vrouw was zo verdrietig dat het een miskraam geworden is. Ah, ja. Vrij triest, hè? Zeg je zeker dat je niet wilt wenen? Ik heb geen tranen op overschot. Ik ween als ik u bezig zie in het wettig kwartierke. Dan zeg ik, hoe is zoiets in godsnaam mogelijk? En dan ween ik bittere tranen voor de domheid van de mensen. Dus Buddy Holly, zijn band heette de... De Crickets. Wat is dat in het Vlaams? Un criquet. Nee, dat is dan een springkaan. Un criquet, de criquet. Voilà. De crickets zijn springkanen, hè. Krekels zijn het. Die diertjes die... Krekels. Doen in het zuiden van Frankrijk. En de Beatles, die hebben dat overgenomen. Want de Beatles, dat zijn eigenlijk... Kevers. Mestkevers, zoals Karel de Gucht zei. Buddy Holly, Richie Valens en de Big Bopper waren onderweg naar iets. Ze waren onderweg naar een festival. Het festival is doorgegaan. Maar Buddy Holly heeft natuurlijk niet kunnen spelen. Weet je wie er in zijn plaats is gekomen? Dat weet ik niet, want ik was niet op dat festival. Op dat
ogenblik was ik in Draandoeter. En daar was hij niet. Ik heb hem daar niet gezien. Het was Paul Anka. Oh, die hindoe. Echt? Ja, tuurlijk. Hè. Een zwartarig manneke met een bruine tint. Paul Anka, ja, Paul Anka Diana. Die heeft prinses Diana bezongen voordat ze geboren was en voordat ze gestorven was. Je moet het maar doen. Dat was eigenlijk een visionaire componist. Weet je, Paul Anka, ik denk dat hij ook de tekst geschreven heeft van My Way. Dat zou ik moeten opzoeken. Ik heb het gehoord, Paul Anka, en ik vind Buddy Holly beter. Paul Anka heeft een langere carrière dan Buddy Holly gehad en hij heeft ook veel meer hits gehad. Vraag mij direct voor de vuist weg één hit buiten Diana. Ik zou het niet weten. Ik ook niet, maar dat kan misschien voor een volgende les zijn. Als laatste punt heb ik nog gezegd, er is een vierde gestorven, de piloot. Dat is waar, maar het vliegtuig had maar plaats voor 3 passagiers. Er was 1 iemand, Tommy Alsup, de gitarist, ja, die kop of munt verloren heeft en dus met de auto moest gaan. Dat was inderdaad Tony Alzheimer. Tommy Alsup. Die te laat kwam, maar men zegt altijd dat er maar 4 mensen in dat vliegtuigje dat voor 3 bestemd was zaten. Nee, daar zat een 5 in. In de wielkast zat nog een Mexicaanse vluchteling. Heb je daar bewijs van? Tuurlijk. Er is een DNA-proef uitgevoerd. Voordat DNA uitgevonden was in die tijd, hebben ze toch een DNA-staal genomen en ze hebben gezien dat dat Speedy Gonzales was, die in de wielkast gekropen was. En het is daardoor dat dat vliegtuigje, dat veel te zwaar belast was, gecrashed is. Zo zit de officiële geschiedenis in elkaar. Oké, dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we u een das knopen. Ik vind dat men de dassen moet gerustlaten. Dat zijn ook al beschermde dieren. Men mag die zeker niet opknopen.